Even nemen met tikken. Even tikken. Tak, 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 tak. Kijk, prima. Neem je vrouw mee. Onze vrouwen zijn er ook allemaal bij. Wat hartstikke leuk. Ene grote big verjaardag party. Kijk. Nee? Ja, kijk, zegt hij. Ja, dat bedoelt hij niet te zeggen van, zo gaat het de goede kant op. Kijk, dat wil ik wel. Wat niet leuk en gezellig. Maar jij bent er eerder, hè? Dinsdag of woensdag? Woensdag ga ik in. Oké. Okay. Wees zoals het er nou uitziet. En Willem ook, hè? Ook, ja? Ja, Willem en ik zijn allebei woensdag daar. Masje overeind zet. Zet je mast omhoog. Zet je mast omhoog. Zo hoog dat aan de regenboog. Net zo gek. Ach, ja, maar ohne spaas weer niks los, Gerard. Ik weet waar, jongen. Doe die dikke pollen van jou erin mee, jongen. In zo'n raket erachterin, moet je zo passen. Hoppa. Ik heb nog iemand over de vingers getikt. Een of andere 19 AT515. Wat, dat wil ik voor jou kopen, jongen, hoor die van Rom. Ja, die kan niks van mij kopen. Eerst had hij overal commentaar op. Die had een verkeerde sport geplaatst, hè. Verkeerde kool ingevuld. Ik ga even corrigeren. Dat vind hij echt niet leuk als je dat doet. Een lastig figuurtje is dat, hoor. Heeft Gerard helemaal gelijk in. Die wringt zich overal met die elleboog overal tussen. En moet overal bomen staan. Pleur op. Ja, heel vervelend kelke is dat. Hier de dag overal de tijd voor. Dat is echt een vervelend mannetje. Nee, weet er hoe van. Maar hij vindt jou dus niet leuk meer. Ik heb geen flauw idee. Kom je nog in bij ons langs aan, Renswouden? Zaterdag of zondag of niet? Dan ben je gek. Niet nou in mijn lekker vrouwtje meer. Kom in vrijdag of zaterdag in langs, man. Leuk, man. Je wilt dan gezellig houden, of niet? Ja, zeker. Dan hoor je bij. Oh. En je vrouw ook. Nou, dat is wel jammer. Doe niet zo groot, jongen. Niet zo groot, Bek. Wat net zijn. Je hebt toch ook geen waarde, maar we zien jou niet, Gerard. Ja, wij begrijpen elkaar wel. Hier, nog een, mijn grote Bek. Nog zo homo. Homo? Neem toch geen waarde meer, dat is hier echt waar. Het is niks te vertellen, links aan de ketting. Piep. Anton! Wij schamen ons daar niet voor, echt niet. Anton! Zet je mast omhoog. Zet je mast omhoog. Zo hoog tot aan de regenboog. Zet je mast omhoog. Zet je mast omhoog. Zo hoog tot aan de regenboog. Kijk. Daar ben je. Kom je ook even langs je restaurant dan niet? Stukje vlees meenemen, jongen. Hartstikke leuk. Ik heb de drank wel. Hoppa. Lekker een barbecue in zaterdag. Hartse plaats. Ronnie komt ook. Nou, dat was hartstikke leuk. Hey, Anton. Yo. Cor heeft heel veel aluminium bij zich daar. Aanhanger vol. Hey, Cor, ik heb nu wat moois gekocht op de kringloop. Nou, ze zakken. Trompet. Een tromp, dat meen je niet. Ik ga even een stukje proberen. Komt-ie!
zo mooi. Die dikke put. Ik ken zo weer voor wie. Ja, nou ja. Wie was dat, Romy? Ik ken het niet. Nee, dat was Gerard. Maar ik moet even op adem komen. Later. Oh, ik vind het zo mooi dit. Echt waar. Het is lang geleden dat ik... zoiets moois zo voor. Ja. Dat ging echt wel mooi. Ja, en dan... eindelijk, hè, die Ferrari's. Ja, toch maar even motorproblemen. Motorprobleem? Bankenprobleem. Ja, was te verwachten een keer. Dat ik, Maar jongens, ga onder later misschien. En anders tot morgen. Oh, vind je weer gezellig hier zo. Kom op, Ronnie. Ja, Gerard in ieder geval dat, man. Dag, Ronnie. Doei, doei. Dag, Ronnie. Bis morgen. Dat is toch allemaal weer. Hé, hey, Ronnie moet de vaarwaas wel uitpakken. Ik snap dat wel. Ja, ik laat me ook van man naar daar. Ja, maar dan komt de hele dag weer wat spul in. Kom maar daar, heel licht. Oh, dat is niet zoveel. Maar goed, ik ga weg. Groet nou maar. Ja. Yo, groetjes. Bye bye. Ja, groet Ronnie. Ik laat de koe uit. Ja, wat? Wie? Ja, ik kom daar. Oh, ik kan er niet van weer dit. Is Ronnie echt weg? Ja. Gelukkig. Rolly weg nou? Ja, oh, gelukkig. Poef, ik was er wel in maat voor. Oh, ik was zo moe van die kerel, hè. Och, en dan moet die Patrick bij hem, die dikke homo. Nou, hij had twee op één reetje zit. Nee, dat was zo moe van hij door. 20 minuten naar Luzerbeer, 4 uur ziek. Goed toch? Nee. Oh, god, heel een paar, hè. Poef. Maar ik ga er even tussen, moet erin bij komen. Daar doen we het voor. Ja, ik vind wel, wij als amateurs moeten wel een beetje afzijden. Ik snap hem. Gerard, jij helemaal is F gelicenseerde. F, waar is dat dan? F, waar flikker. Gerard. Zie. Hij bedoelt F van flikker. Oh, vind ik goed jongen, geen probleem. Dus ik ga de koe uitlaten. Druk hem aan, vinger in de reet, kop goed. Oké, aan u allemaal jongens. Te laat, jong. Hey, ciao, alle prima. Dag, vriend. Dag, vriend. Gerard, Peaky Blinders? Nee, nog niet. Hey, die is wel, hè? Ja, is een nieuwe serie, maar ik ben er geen wat anders aan het kijken. Oké, okay, jij kijkt eerst of Peaky Blinders weer 3-4 afleveringen terug of niet? Ik kijk. Nou, idee wat de baas beslist. Bom dia, Veronica. Oh, hier ben ik bang van. Wat de baas beslist, echt waar. Bom dia Veronica. Is dat mooi? Is heel mooi. Dia Veronica. Oh, ik ga googlen. Dia Veronica. Bom dia Veronica. Is mooi. Is mooi. Je blijft kijken. Je zet bak niet meer aan. Oeh, bom dia Veronica. 6-2 zie ik al. Ja. Echt niet. Ik wel. Ik heb muziek. Haha. En wat dan zeg. En ik heb goede seks na die tijd, joh. Oh, mooie vrouw. Ja, bedoel ik. Hij ziet een mooie kel, hè. Daarom heb je een mooie seks natuurlijk. Wacht maar af, jongen. In augustus. Oh, ik zie dat. Tia Mullen. Oh, jullie hebben seks en dan... Zeg jij Tiana en dan zeg je vrouw zegt Eduardo. En dan denk je, kut, wie is dat dan? Ze heeft hem getend om te praten. Oh. Tuurlijk niet. Op een gegeven moment. Die is helemaal beut naar hem. Maar ik ga niet verder, jongen. Ik stop het met. Ik ga een sigaretje door. Ciao. Ja, ga de hond uitlaten. Doei. Ja. Yo, Cor, ik hoor je weer. Later. Later, doei, doei. Ja, Gerard, hoe gaat het allemaal? Ze gaan allemaal de hond uitlaten tegenwoordig. Ja, maar die... Mijn zwager uit Leeuwen, mijn zus die waren daar. Oeh, dat was Gerard niet meer. Ja, Anton, er was een zoontje zo langs de brand. Maar, zijn we vrouwen vanochtend? Ja, het is allemaal wat, hè? Bom dia Veronica, ik heb er nog nooit van gehoord. Het Sandy. Bah. Ik had zo vaak gehoord. Ik wil het ook niet, ik ben er gewoon. Ik wil gewoon, hoe dat,
Zie je zelf straks kijken en zo. Oh, ja. Ja, de fabeltjes van alles. Ja, een beetje simpel ook allemaal. Al die moeilijke series allemaal. Bah. Je moet s'nachts weer gewoon slapen, hè. En het komt allemaal in je dromen terug. Kom weer niet goed. Serieus. Het bed bij nacht. Vrouw weer links, man. Och, hou op, man. Hou op. Och, komt wel niet goed. Ook qua je luur komt het gewoon niet goed. Weet je, maar gewoon lekker heel rustig aan. Leuke serietjes kijken. Wat we net zeiden. En dan heb je gewoon nog lekkere seks. Alleen met je vrouw. En dan denk je niet aan een ander. Ja, precies. Ja, en zo kom je de wereld door. Ja, het is wel lullig als je vrouw Monique heet en dan als je klaar komt en ik Saskia zegt, dat is heel lullig natuurlijk. Geen trotsje van vijf. Ja, dat kun je prof, hè? Ja, ik heb me heel ietsjes meer baas en gezet als die ander. God, dat zijn we eetjes. Ik snap er allemaal niks meer van. Ik speel de bos. Ik speel de bos. Dat was de bos. Maar goed, ik ga nog helemaal op triple een beetje horen, maar er zijn nog genoeg condities. Later allemaal, fijne avond en bis niks normaal, wanneer het ook mag maar zijn. Yo, Cor, Calamano, fijne avond, groeten, doei doei. Yo, ciao ciao. En we staan voor ons scan. Daar zit ik ook met. Ja, daar was ik er ook. We zitten alle twee in de start voor ons scan. Ja, dat maakt niet uit. Alleen, hij zit met een handmicrofoon en ik zit met een tafelmicrofoon. Maar ik moet wel zeggen, ik heb niet mijn camera half dicht staan. Oké dan! Ja, maar ik zit liever met een handmicrofoon. Ik zit liever met een tafelmicrofoon, kan ik aan de schil. Ja, kom hoor. Ik zit liever met een mooie wievelbaan. We zijn er zo aan hadden hoor, geen enkel probleem. Ja, dan moet ik ook maar een beetje harder, hè. Dan moet ik ook maar een beetje harder. Yo, we zitten allemaal weer terugzetten, Erik. Ja, ik zet maar weer op 10k. Niet zo hard. Zo, 10k. Dat schiet weer een gek. Ik heb mijn fysies dan. Oh, vandaar. Ja, tuur, wat denk jij dan? Ja, zo staat u mee op 15. Ja, nee, dit ja, nou ja, is goed. Niet te veel baas daar op 15. Nee, prima zo. Ja, ik ben gewoon meer op 10 zitten, want ik heb een beetje storing qua ontvangst. En hoe breder het is, hoe meer storing. Ja, dat klopt. Het is meer druk achter, hè. Hey, nou heb ik hem op 10k staan, dus dat scheelt wel. Hoe dat scheelt, Bult? Dus, snel weer terug naar 15. Je kunt natuurlijk ook geen split zetten. Kan, doen we niet. En wat is er voor ons op, hè? Of vond ik er voor ons op niet? Ik had hem in school staan, ik heb de achterkant erin staan, dus nee, gewoon niet. Nou, ik had het verkeerd, hè? Ik wil wel buitenlanders. Nou, ik heb wel een aantal mooie verbindingen gemaakt vandaag. Ik heb wel even weer met Ierland praat. Vanmiddag nog Engeland een paar keer, Frankrijk, ja, die Fransen die wilt niet van zijn Frans af. Nou, Italië, een paar keer Duitsland, oh, mooi hoor. Ja, moet allemaal kunnen. Goedenavond trouwens, dit is Gerard 241 in het noorden van Noord. Goeiedag Gerard 241, Romeo Foxtrot 241. Dit is Romeo Foxtrot 080, goeiedag Gerard daar in Italië. Ja, goedemiddag, of goedenavond in Italië. 19 Romeo Foxtrot 204, Almelo. Voor mij te ontvangen uit een mono radiootje. Ik ga het stereo, Erik. Erik is er ook nog, dat is de 204, Romeo Foxtrot 204, Gerard. Probeer daar even mee. Hey Gerard, hoor je mij daar? Nou, wat is Gerard nu daar? Ja, hij hoort meerdere stations tegelijk, dus het is een beetje stereo bij hem. Ja, maar jullie lopen door elkaar, Erik. Ja, ik hoor Gerard niet meer. Adensie 241, Adensie Gerard. Ja, ik ben er wel, maar er zijn een heleboel stations die
het tegelijk proberen en dat lukt echt niet hoor. Dat lukt echt niet, daar zie je niks van te maken. Nou, probeer het zo Gerard, kun je me nou meekrijgen? Ik zit nou even horizontaal Gerard. Dit is Romeo Foxtrot 080, goeiedag Gerard. Dat ik hoorde. Dit is Romeo Foxtrot. Ja, Roger, Roger. Ja, we hadden van de week al een keer met elkaar gepraat, hè. We hadden van de week, voor mij was dat, ja, gisteren, volgens mij. Maar in ieder geval vandaag of gisteren hebben we nog al een keer eerder met elkaar gepraat, Gerard. Maar, ja, krijg je al prima mee. 10 dB over 9 hier. En Q5 modulatie, Gerard, gaat 100%. Dit is allemaal aan deze kant. 19 Romeo Foxtrot 080, achter de microfoon Wilberts, allemaal al Overijssel. Goeiedag, in. Gemodelleerd, dus ik hoef nog dik 200 watt nu. Maar ja, goed, oké. Voor wat het is, bedankt in ieder geval alvast voor terugkomen. Als ik het goed herinner, is allemaal direct in, want ik heb Alzheimer light, dat weet je. Ja, Almelo hè. Almelo, Mike Echo, Lima Oscar, Almelo City, Overijssel. Nee, heel goed Gerard jong. Ja, ik wou alleen even vragen of jij Erik meekreeg, de 204, Romeo Foxtrot 204. Zo hè, we kunnen nu tot een kilowatt. Moet altijd lukken, Harry. Ja, hallo Gerard, nou je komt er goed binnen hier hè. Ik heb de antenne niet gehoord staan op het moment. De dikke 9 hier, radio supervrij, super 5 hier in Almelo. Kreeg je mee Gerard? Attentie Gerard 241, attentie 241, kreeg jij 207 mee? 204 echt dus? Nee. Er wordt te veel gemodelleerd op deze frequentie hè. Dat ligt niet als er allerlei mensen tegelijk zitten te roepen. Dat is precies hetzelfde verschil. Allemaal zitten te roepen, maar wij Nederlanders kunnen er ook wat van. Zullen we het zo maar houden? Ja, je hebt gelijk Gerard, maar dat maakt ook niet uit. Nou, we hebben het in ieder geval geprobeerd, het is te druk. Oké, Gerard, ik wens jou heel veel succes daar in Italië. Veel dichtplezier, jongen. Geniet van je vakantie en we spreken elkaar vast en zeker nog een keer op de frequentie. Groetjes van 080 en de 204 sowieso de groetjes. Jouw kant op, Gerard. Een hele fijne vakantie. Bereiken. Dubbel, moet ja, ik hoor de huis. En dat is diep in de AI. Hey, de groeten. Egen groet, bye bye. Ja, Gerard, groeten vanuit de Almelo. Nou, ja, zo kwam ik niet door op de tip ik vandaag was. Ah, hij zit er veel te veel op. Het is een beetje druk daar. Ja, hij kan het niet volgen, hè. Dat is hier al door elkaar, hè. Ook, sorry, sir. De zak, dit. Dat doet hij, maar ja, hij zou wel heel veel stations hebben die wat roepen. Ja, maar... ook voor Buur in South Wales. Ja, dat is wel leuk. Wat voor twee kanten? Nee, ik kan ze niet, hij houdt alles door elkaar, hè, ja. Nou, bij Ron wel hè, want ik kreeg de eerste keer antwoord. Dus vandaar. Dus oké dan. Hey, prima. Hey, kapjes aan hoor. Jojo. Ja, hey, Jeff, kalm aan jongen en wel veel voor straks. Jojo, kalm aan. Hey, Terry, kalm aan. Morgen. Morgen, ciao. Buen of noches. Ook weer gaat. Spring eens een keer op de U. Ja, op U.